De Laurentiuskerk in Oud-Gastel. Deze neogotische kerk is uit 1906, voorzien van een toren uit omstreeks 1450. Wat is het toch mooi om hier te kunnen staan op een toren die gebouwd is in 1425, 1450 en daarbij te kunnen kijken naar Stamperschat. En als je wegdraait naar Oudenbosch en je ziet ook precies in de zon de basiliek. Ik sta hier voor een pastoorslijst van de pastoors van de Bernardusabdij die hier werkzaam zijn geweest. Op deze lijst staan twee pastoors die een hele grote betekenis hebben gehad voor deze kerk. En dat is pastoor Dame en pastoor Van Dam. Toen de pastoor hier in begin 20e eeuw in de parochie kwam, was er al jarenlang gesteggeld. Pastoor Van Dam was hier en binnen 5 jaar stond er een hele nieuwe kerk. We staan nu bij het indrukwekkend ijzeren uurwerk halfweek de toren. Het is vervaardigd door de firma Meegaank uit Brussel. Het is een uurwerk van importance wat jaren onze tijd heeft weergegeven aan de buitenzijde van de toren. Wijzers van de klok gingen met dit kunstwerk vooruit. Hier werd het omhoog getakeld, hier ging het in en hier werd het tikken van de klok bepaalt. Het gewicht in de schaal zorgde voor het evenwicht met deze. Deze is toevallig is gestuurd met steen, want ook hier was van belang contragewicht om het uurwerk te laten functioneren. Heel erg uit om naar boven te kijken, maar ik wil jullie vooral eventjes naar beneden laten kijken. Dit is een granitovloer, die is door Italianen hier aangelegd. Hier zie je het wapen van de bisschop Leijten uit Breda, van het bisdom Breda. Hier zie je het wapen van de Bernardusabdij en dat is een reiger met een paling in zijn bek. De voorstellingen in de ramen boven het altaar zijn het doopsel, het vormsel, de biecht, de communie, het sacrament, het priesterschap en het huwelijk. In de kerk bevinden zich twee tegeltableaus. Dit tegelwerk verbeeldt de 12-jarige Jezus tussen de leraren. Je ziet hier het Bernardusbeeld met de kerk van Oud-Gastel in zijn handen. Niet alleen het beeld is en het altaar is met twee afbeeldingen van Bernardus, maar ook het glas- en loodraam. Al die ramen dus, geven heel het leven van Bernardus weer. Voor het altaar ligt een heel groot het wapen van de Cisterciensers. Het is een geweldige verering aan Bernardus. We staan nu eigenlijk op een stukje van de Laurentiuskerk waar we niet zo vaak komen. We zien hier de bovenzijde van al het moois wat we vanaf beneden kunnen zien. De hoogte van deze gewelven zit op plus minus 22 meter. En je ziet hier in het midden de sluitstenen die de krachten oppakken van de bogen. Als je die zou weghalen, dan zou
heel het gewelf kunnen zakken. Je ziet dat dat op een bijzondere manier is gemaakt. En voor toen die tijd, praat ik dus toch over 1905 tot 1907, was dit een uniek stukje werk. Dit is Laurentius. Laurentius is dus de patroonheilige van deze kerk, de Laurentiuskerk. Laurentius wordt altijd met een rooster in zijn handen afgebeeld. Het schijnt dat hij een marteldood heeft gehad. Hij werd levend op een rooster gelegd. Op een kolom van rood marmer bevindt zich de kuip van wit marmer met afbeeldingen van vier evangelisten. Op het klankbord de Heilige Geest, in de gedaante van een duif. Het bijzondere aan deze kerk is dat hij nog helemaal er zo uitziet als pastoorsdame in 1907 de kerk gebouwd heeft. Alleen de schilderingen die zijn pas 20 jaar later aangebracht. Pastoorsdame heeft Jan Oosterman de opdracht gegeven om al deze muren te beschilderen met heilige levens en taferelen uit de Bijbel. En ik denk dat hij ook dacht van als mensen in de kerk zitten, dan hoeven ze niet per se te luisteren of te lezen, maar kunnen ze ook gewoon het verhaal lezen op de muren. De kerk telt in totaal 5 altaren. Hier het altaar van de Heilige Familie. Dit raam stelt taferelen voor uit het leven van Bernardus. De kruiswegstatie is ontworpen door Frans de Vriend. We staan nu aan de buitenzijde van onze prachtige Laurentiuskerk. We kijken naar een kerk die gebouwd is in een neogotische stijl. De toren is gebouwd in een renaissance stijl. Een prachtig bouwwerk dat bij elkaar is gevoegd in 1905. Te bedenken dat in 1905 is begonnen met deze kerk en in 1907 is geopend. Een gigantische boel metselwerk, glas, schilderwerken. Het is niet te bevatten dat 100 jaar geleden met mankracht is gepresteerd.